Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Anders Games. Vandaag is het weer tijd voor The Sims 4, mijn dagelijkse serie hier op Anders Games. En jongens, in de vorige aflevering hebben wij van The Sims 4 december editie, want ik doe zeg maar, als je het nog niet wist, ik doe elke dag, doe ik simsen in een december maand. En in de vorige aflevering, dus van gisteren, hebben wij het huis gebouwd. En vandaag heb ik hem afgemaakt. Nou, ik ben er eigenlijk niet heel erg blij mee. Maar anyways, het gaat om de inhoud. Kijk, dit is het huis geworden. Ik zal eventjes een tour geven. Ik ga gewoon eventjes lekker een tour geven. En daarna gaan we lekker starten, jongens. Oké, here we go. Mag dit allemaal even weg? Ja? Oké, super. Dit is de voordeur. Hier kom je lekker naar binnen. Hier kan je opstappen. Zo. Ga je lekker naar binnen. En dan ga je naar binnen in de hal. En dit is de hal. Ik zal hem eventjes zo neerzetten. Dan kan je het een beetje zien. De hal is best wel smal en heel grijs. En als je hier naar links gaat met deze deur, dan kom je in de studeerkamer. Wat jullie ook gisteren hebben gezien. Ik weet niet of ik... Ja, ik heb geen idee hoe ik het even mooi kan laten zien. Maar zo kan je het een beetje zien. Hier staat een mooi bureau met een computertje. En dan hebben we hier de keuken. De keuken, die vind ik wel heel erg mooi. Ook al heb ik hem niet zelf gemaakt. Hoe kunnen we het zo laten zien? Oh ja, zo kunnen we het goed laten zien. Dit is de keuken. Ik heb hem verder niet heel erg aangepast. Maar ik heb dit eventjes wat mooier neergezet. Want als je hier door deze doorgang gaat, kom je bij de zithoek. En van de zithoek vind ik wel echt leuk geworden. Hè? Leuke lampen erboven. Geel met blauw. Jullie zeiden in de reacties ook van, Roy, je bent echt een stylistachtig iemand. Als je zo zit te simsen. Nou, vind ik wel grappig. Maar kijk jongens, ik heb heel de woonkamer heb ik echt uitgebreid gemaakt. En ik heb zeg maar dit een hele grote kamer gemaakt. Zeg maar dat je, als je hier zit, dan heb je ook contact met de mensen bij de eetkamer, bij de eettafel. Niet dat ze hier dat hebben in de Sims, maar in het echt misschien wel. Hier kan je dus lekker chillen op de bank. Hierachter staat de muziek en hier staat de tv. En wat het leuke is, hier staat onze ezel. Dus waar je lekker kan gaan schilderen. Maar kijk, ik vond het heel fancy om hier juist ramen in te plaatsen. Want dan kan je zo zien, als je hier staat te schilderen, zie je wie er komt en alles. En wie er aan het koken is. Ik vind het wel leuk iets. Alleen deze lampjes hangen nu hier niet zo goed. Dus ja, die gooien we gewoon lekker weg. Want eerst had ik hier een normale muur met die lampjes. Maar dat kwam niet zo goed uit nu. Dus dit is de woonkamer. Ik ben er heel trots op. Ik vind hem echt heel leuk en lekker groot. Heel fijn. En als jullie nou ook nog een leuk idee weten of iets voor Roy verandert dit eventjes, zeg het dan maar eventjes lekker. Dan veranderen we dat misschien wel als ik het zelf ook een leuk idee vind. Hier, als je hier doorheen gaat, heb je de trap. De trap is ja heel smalletjes. Maar als je boven komt... Oh, ik zie ja dat ik hier wat ben vergeten. Met knutselen. Zo, knutselen. Roy, we zijn niet aan het knutselen. We zijn niet KJB aan het doen. Dit is de gang, zeg maar. Heel simpel. We hebben twee soorten deuren. Ik weet niet waarom we het hebben, maar dat hebben we nu blijkbaar. En dit is de badkamer. Zo kan ik wel laten zien. Hier is een bad. En als je in bad zit, dan kan je lekker naar buiten kijken. En als je uit de douche komt, kan iedereen je pielenmuis zien. Of je dingetje. Je weet wel. Hier kan je wel je handen wassen en lekker naar de wc. Jullie zeiden ook in de reacties zo van, Roy, je zit dan lekker op de wc en iedereen van buiten kan het lekker zien. Ja, maar gezellig toch? Like, boeien. Nobody cares. En dit is de... Oh, die cactus moet echt weg. Dit is de slaapkamer nummer 1. Dit is een beetje een... Ja, een beetje western-achtig. Nee, western, country-achtig, indies. Weet ik niet. Een beetje cultureel kamertje. Met een kamerscherm zelf. Ik heb geen idee waarom. Maar dit was zo'n standaard kamertje wat we hebben geïnstalleerd. En als je hier... Hier heb je geen deur. Oh, wacht. Dat moeten we natuurlijk wel anders zeggen. Hier heb je een soort... Ja, een soort klein kamertje. Ik weet niet precies wat we hier kunnen doen. Stel, we krijgen een baby. Dan kan die baby hier makkelijk slapen. Of iets anders. Dit kamertje is echt eventjes om... Dat kunnen we nog lekker veranderen. Lekker veranderen als we dat nog willen. Dit is een klein kamertje waar je lekker even iets kan lezen of zo. Ik heb geen idee. En hier heb je de andere slaapkamer. Hier slapen wij, denk ik. En hier hebben we een tweepersoonsbed. En ik dacht van, nou, we hebben hier nog een stukje over van de kamer. Dus ik heb heel fancy. Heb ik het zo gedaan. Twee openingen. En wat je dan hier hebt, is de kledingkast. Een soort walk-in closet of zoiets. Het is blijkbaar helemaal hip of zo. Ik kijk soms wel eens na het eten. Kijken ze wel op tv zo van... hoe heet het? Huisvision of zo? Of dat was vroeger elke dag op tv. Ik weet het niet meer. Nu is het er trouwens niet meer. I don't know. Hier heb je een balkonnetje. Lekkere grote deur. Hier heb je lekker heel veel glas. Dus als je wakker wordt, ben je gelijk helemaal wakker door het licht. En alles bedoel ik. Je wordt wakker door het licht. Hier heb je een picknicktafel met een barbecue. Ik weet niet waarom. Heel leuk. Dan zeg je tegen je vrienden, ja, ga maar naar boven. Daar, naar het balkon.
Ja, naar welke deur? Jij moet door mijn slaapkamer heen, dan ben je bij het balkon. Beetje raar, maar I don't care. Hier hebben we dus dat. En als je hier buiten gaat bij de walk-in closet, dan kom je hier nog een leuk terrasje tegen. En dan bij deze, bij de wc heb je ook nog gewoon een klein zitplekje, waardoor je ook door de gang van de bovenverdieping er ook makkelijk kan komen. Ik ben niet helemaal blij met het huis, maar anyways, ik vind het heel best. En hier hebben we de buiten. Ik vind het heel strak dit eruit zien. Hier hebben we het zwembad. En hier hebben we een tafel met een lekkere barbecue. Heel simpel, maar ik heb een gevoel dat we veel uit huis gaan. En vergeet niet, hier hebben we wat perkjes waar we volgens mij een soort moestuin kunnen doen. Volgens mij, ik heb geen idee. En jullie zeiden ook van, Roy, je moet echt wat met die bomen gaan doen. Jullie zeiden ook van tropische bomen, bijvoorbeeld van die palmboom of zo. Ik heb zoveel geprobeerd. Ik heb volgens mij een uur hier aan geklutst of zo. Geklust. Ik kan niet spreken. Maar anyways, jongens, het doet er niet toe. En stel, we hebben straks een vriendin of een man. Weet ik veel wat deze Thomas Walker gaat doen. We zien het wel. En dan gaan we misschien wel lekker verhuizen in een mooie villa. Die we gewoon lekker gaan downloaden. Die iemand zoveel mooier kan maken dan mij. Dus jongens, laten we niet verder lullen. We gaan lekker beginnen. Here we go. Hij gaat even zijn huisje voor het eerst in. En jongens, als je het nog niet wist, Hans Gruber is dood. Ik zei in de vorige aflevering Thomas Gruber in plaats van Hans Gruber. Het is Hans Gruber. Thomas Walker is dit. En het is een nieuw iemand. Want Hans Gruber is namelijk dood. Oké, wat hij wil doen als wens is iets met koken. Dus wat ik nu wil gaan doen, ik wil een boek pakken, lezen en ik wil de eerste eenhoorn. Oh my god, ja, tuurlijk. Nee, ik wil een de Pizzicato Opolka. Nee, voor kinderen. Ik wil een hoe heet zo'n ding? Een kookboek lezen. Even kijken. Genre, mysterie. Hebben ze niet van die boeken? Science fiction? Nee. Crisisboerderij? Hebben ze dat niet meer? Want kijk, in The Sims 3 had je altijd een kookboek. Dat heette Te Veel Zout. Dat was echt leuk. Dat was echt hip. Maar oké, dan gaan we gewoon lekker maar even een lunchje serveren. How about a tosti? Vorige keer deden we met Hans Gruber deden we een freaking tuinsalade. Deden we elke dag gingen we tuinsalade eten. Maar vandaag gaan we geen tuinsalade eten, want ik ben er helemaal klaar mee. Ik vind deze koelkast echt hipster. Echt een hipster ding. Kijk jongens, hoe vet. Hij gaat even een lekker tosti maken hoor. Zo, hij gooide het brood erin alsof het niks was. Hij deed het gewoon eventjes. Als er nu een brand komt, dan hebben we een probleem, want ik heb geen branddingetje. Hij is zelfverzekerd. Holy crap. Jullie zeiden ook over mijn licht hier, zo bij mijn facecam. Kijk eventjes naar mij. Hey. De Sims gaat weg. Van, doe de kleuren veranderen van hoe hij zich voelt. Dus nu moet het zeg maar blauw zijn. Jongens, zo snel kan ik dat niet veranderen op mijn mobiel, oké? Dus dat kunnen we niet zomaar doen. Doelen, meesterkok. En wat stond hier nou nog meer? 5 uitstekende maaltijden bereiden. Oh, dat is zeg maar een doel wat we kunnen doen. Oké, nou helemaal best. Ga je lekker even je tosti eten. We kunnen hem ook in onze broekzak stoppen, zo te zien. Maar dat gaan we niet doen. Want dan letterlijk komen we 3 maanden verder. 3 maanden, weet ik veel. 31 december, dan pakken we die tosti opeens eruit. Is die lekker vies. Oké, we zetten lekker een muziekje aan. Ook al staan ze al aan. Even wat harder hoor, jongens. Hoppatee. Yeah. Er naar luisteren. Nou, dat doen we sowieso al, jongens. Doe maar even pop of zo. Dit is echt geen mooi lied. Dit is zo'n leuk lied. Oh, madam. Dat liedje hadden ze ook gebruikt in trailer, dit liedje. Wat je hoort. Ik kan hem niet te lang laten horen voor copyright. Maar zo'n leuk lied. Classic van, weet ik niet meer. Zoek maar even Classic of zo. Sims 4, weet ik veel. I don't know. Maar dit is zo'n leuk lied, hè, jongens. Ik ga niet zingen. Ik ga echt niet zingen. Kan ik niet. Doe ik ook niet. Hé, er gaat een tram. Oh my god, er gaat een tram, jongens. En weet je wat leuk is met die tram? Het is decor. Je kan niet in die tram zitten. Like, nobody cares. Oké. Zullen we eventjes op bezoek gaan bij mensen? We kunnen langs de familie, hoe heet die nou? Van Kerkhof. Maar we kunnen ook... Nee, we gaan daar niet heen. We gaan hier niet heen reizen. We gaan even afwassen. Ik wil eventjes naar dit huis gaan. Of zullen we naar de... Nee, we gaan echt even naar onze echte buren. Dit zijn letterlijk de echte buren van links, weet je wel. De echte... Nou, niet echt. Kijk, als deze boom is onze buren. Maar daar woont helaas niemand. Dus we gaan eventjes langs deze buren. En dan gaan we even kijken welke chickies of bros er wonen. Wat? I don't know. Ik weet niet. We gaan gewoon lekker kijken wat of wie of hoe daar woont. Wie of wat waar. Wie wat waar. Oké, we gaan kijken. De beschutte villa. Zo heet deze kavel. Dus we gaan eventjes lekker aanbellen. Er woont hier niemand. Nou, dat was gezellig, jongens. Wat een feest was dat. Oh my crap.
Oh my damn. Oké, we gaan maar eventjes langs iets anders. Kijk, hier wonen de familie Pancakes. Oh my damn. How cool is dat? Hier, we hebben hier geen eens mensen wonen. Dat is toch niet leuk? Dat is echt niet gezellig. Gemeentehuis. Er wonen hier echt zo weinig mensen. Ik ga hier maar weer heen. We gaan weer naar Hans Gruber. Oh, Hans Gruber is er niet meer. Oh, hier is het huis van Hans Gruber. Holy crap. Zullen we weer... Nee, we gaan hier niet heen. Daar heb ik echt geen zin in. Wie woont hier? Heethart. Oh, 3 meiden en 1 man. Wat doet die man daar, joh, met al die vrouwen? We gaan er gewoon lekker heen. We gaan nog even een chickie afpakken van hem. Want hij heeft gewoon 3 chickies daar wonen. Hallo, doe eens normaal. Doe eens normaal. Dat doen we toch niet? Wat een gekkie. Dus we gaan lekker daar even kijken. Gaan we een chickie fixen. En dan gaan we hem mee naar huis nemen. En dan maken we een kindje. En dan hebben we een kindje. En hebben we een... kunnen we eindelijk een kinderkamer maken. I don't know. Ik weet niet. Deur kloppen. Dit huis ziet er zo leuk uit. Echt, ik meen het. Het is echt zo'n Italiaans huisje. Of niet? Of is het niet Italiaans? Spaans of Italiaans? Ik vind het echt Italiaans. Als het niet Italiaans is, corrigeer me dan maar lekker. I don't freaking care. We mogen maar naar binnen. Kom maar binnen. En ze kennen me geen eens en ik mag gewoon lekker naar binnen. Hallo. Aardige introductie. Hallo mevrouw. Hoe maakt u het? Mevrouwtje. Oeh, look at that booty. En dan ziet hier een giraf. Deze giraf noem ik Jeffrey. Met een G. Geoffrey. Oh my god. Oeh. Dit is goed, jongens. Afscheid? Nee, nu niet hoor. Spierbal laten zien. Nee, we gaan niet spierbal laten zien. Dat doen we vandaag nog niet. We gaan even leren kennen. Kom op, jongens. We gaan eventjes het huis ontdekken. Het ziet er echt heel leuk uit, dit huis. Kijk, als ik dit weer zie, dan denk ik echt van... Oh, kijk wat ik heb gemaakt, jongens. Oh my damn. Oké, hier zit die dude. Die gewoon drie meisjes hebben. Holy crap. Ik vind het wel nice. Maar hij heeft ook echt met iemand. Of nou ja, hij slaapt met iemand ook in een kamer. Of niet? Ja. Ja, echt. Holy crap. Hallo, mevrouw. U heeft een hele grote strik op uw crop top. Bo zou trots op je zijn. Met de crop tops, hè, jongens? Crop tops. Bo is 1 crop top. Bo is alles crop top. Holy crap. Oké, we gaan ons even lekker... Hey, dude! Zijn wij niet gezellig? We gaan even vragen of ze vrijgezel is. Anders komt het helemaal niet goed hier. We moeten het natuurlijk wel hebben dat ze vrijgezel is, hoor. Echt, hoor. Hey, ga nou eens praten met mij, bitch. Oké, goed zo. Ja? Is het? We gaan het nu zien. 3, 2... 1, staat het er al? Nee. Hebben we het gevraagd? Met Katrina kletsen. Nee, we hebben het niet gevraagd. Shit. Vriendelijk? Of is het wel? I don't know. We hebben het al gevraagd, maar het staat nergens. Hier. Oh, wacht. Het staat hier misschien. Relatie bekennen. Nee, we hebben het niet gevraagd. Wat is dit? Even kijken, hoor. Wat een jatje in mijn boek. Zag je dat, jongens? Is niet goed, dit, hoor. Meer keuzes. Waar staat het nou? Ik weet niet, hoor. Het is helemaal weg. Nou, anyways. Misschien is hij gewoon... heeft hij met 4 wijven. 3 bedoel ik. Maar ja. We moeten deze ook eventjes aardig ontmoeten. Introduceren bedoel ik. Dus dat gaan we nu eventjes doen. En ik ga gewoon lekker eten voor deze mensen hier. En we moeten naar de wc zo te zien. Dit is niet goed. Jongens, onze blaas staat op springen. Op springen. Op freaking springen. Nee, we gaan... Ja, ik klets wel even lekker. Maar ik moet ook naar de wc, jongens. Dus ik doe het echt in mijn broek. Holy crap. Oh, ik vind het echt een leuk huis. En zij gaat hotdogs maken. Hamburgers zelfs. Holy crap, wat leuk. Oké, ik vind het helemaal best. Ik wil wel een hamburger gaan jatten, jongens. Zo. Een portie pakken. Verveeld? Hoe kan je nou verveeld zijn? Je bent niet meer... Nee, god. Oké, als je nu kijkt naar die sim, lijkt het net alsof hij geen broek aan heeft. Hij heeft zo'n kleur aan van een soort, dezelfde soort huidskleur wat hij heeft. Oh. Waar zijn die andere mensen? Hier is 1 iemand. We hebben ook een leuk balkon. We hebben echt een leuk huis, ik meen het. We moeten dit huis nemen, jongens. Oké, we... ze staat hier zo van... Oh, kom, check mijn hamburgers. Ik heb ze net gemaakt, dus ze zijn uitstekend. En dan staat ze hier en dan pakken we er 1. En van, nee, doei, we nemen hem lekker mee. Oh, nou, dat was het dan. Doei. Dit is, hoe heet ze eigenlijk? Nina Heethart. Oeh, Nina, wat heb je het heet? Oh jee, kijk uit hoor. Waar zitten we? Zitten we hier nou letterlijk in ons eentje? Dan snap ik waarom we ons verveeld noemen. Holy crap, doe eens normaal. Er zijn hier zoveel Sims, hè? Moet je kijken. Hier lopen er zoveel mensen. Ik vind het wel gezellig. Is dit een chickie? Een leuk chickie? Holy crap, wat heeft zij voor spierballen? Dit is niet goed. Sorry hoor, maar dat vind ik echt niet mooi bij een vrouw, zulke spierballen. Nee, jongens, kijk dan.
Dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Nou, misschien kan het wel. Bij sommige vrouwen staat het misschien wel. Maar bij deze niet. Nee. Wie is dit oude dametje? Marjolein de Jong. Nou, Marjolein, aardige introductie. Je blijft maar hier lekker even staan, want ik ga met je praten. We kennen elkaar nog niet. Nou, boeit mij helemaal niks. Zo, hoppatee. Ik praat met een hamburger met je, hoor. Terwijl we eten, staan we hier met haar te praten. Wat zielig. Dit is echt zielig. Oké. Vraag of ze vrijgezel is, want misschien is ze wel leuk. Nee, grapje. Jongens, ze is zo oud, hè? Leren kennen. Ze is vrijgezel. Oké, dus ze is vrijgezel. We laten hier ons bord staan en we gaan naar huis. We zeggen even afscheid. Hallo, ik ken haar. Heb ik nog geen eens met haar gepraat? Ik heb nog geen eens met Nina gepraat. Terwijl we wel een hamburger van haar hebben gegeten. Wat zielig van ons. Oké, even kijken. Vriendelijk leren kennen. Vind ik altijd wel eventjes fijn. Kennen we elkaar iets van haar. Ze is romantisch, jongens. Ze is romantisch. En ze is misschien ook vega. Vegetarisch. Want ze had ook een vegetarische burger gemaakt. Ook al vind ik vegetarisch. Persoonlijk soms ook wel eens lekker, hoor. Ik heb het wel eens op. Wel chill. Wel lachen. We gaan hier op het huisje drukken, want we gaan lekker naar huis. We zeggen geen afscheid. Het maakt mij geen donder uit, want we zijn heel erg moe, jongens. Het wordt... Vandaag hebben we zoveel verhuisd en zoveel geklust in huis. Dus dan moeten we wel naar huisje toe gaan. Zo, there we go. Ik weet niet hoe we gaan. Oh, there we go. We komen weer in... welke plek was het nou? Willow Creek. Daar wonen wij. En niet in Oasis Springs. Ik vind Willow Creek toch wel mooier. En wat ik heel erg jammer vind van The Sims 4... is dat de wereld zo klein is. Ik vind het echt jammer. Maar ja, anyways, je kan niet altijd 6 gooien. Jongens, muziekje. Zo, dat klonk zo mooi, Roy. Wauw, oké. We gaan weer onze tanden poetsen. Ik deed het in 1 aflevering, deed ik dat niet, hè. En jullie zeiden van in de comments. Jullie gingen echt helemaal gek als wilde beesten in de comments. Van, Roy, je hebt niet je tanden gepoetst. Nee, klopt. Ik was het een keer vergeten. Oh my damn. Oh my damn. Holy crap, dat moet niet gebeuren, hoor. Jongens, we zijn zo moe, hè. Eigenlijk niet. Het valt nog reuze mee, gelukkig. Oh, koffie. Ik heb daar nu zelf, zoveel zin in, hè. Holy crap. Heerlijk. Oké, we hebben lekker even onze tanden gepoetst. Dat is hartstikke goed. En we gaan lekker slapen. Oh, hij wilde zelf ook al gaan slapen. Dus dat is helemaal goed. Jongens, het is vandaag een lekker kort dagje. Morgen hebben we een langere dag in de Sims. Want morgen is lekker even chillen. Morgen, of lekker chillen, ik bedoel. Hebben we meer tijd, want we gaan nu lekker slapen. Dus jongens, dit was de aflevering voor vandaag van de Sims 4 december editie. En als je nou een leuke video vond, vergeet niet eventjes het duimpje omhoog te doen. Want dan kan ik zien dat jij dit in ieder geval een leuke video vond. En als je het ook leuk vond, doe dan eventjes nog steeds. En jongens, dan zie ik jou morgen weer bij een nieuwe aflevering van de Sims 4. En misschien wel de Far Cry 4, als je die serie natuurlijk ook volgt. Die ik ook dagelijks hier doe op Alles Games. Jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.